Om het werk te doen zijn eerst met een kraan van 150 meter hoog drie andere kranen op het dak geplaatst. Eén grote voor aan- en afvoer van de gevelplaten en twee kleinere voor montage en demontage. De gevelplaten hangen als het ware aan het gebouw. Nadat ze zijn losgemaakt, worden ze vervoerd naar een loods elders in Den Bosch, die speciaal is gehuurd voor deze klus. Daar zijn ze in de juiste volgorde bewerkt. Afgeklopt, schoongespoten, ontdaan van losse en beschadigde betondelen, gerepareerd, gecoat en gekeurd. Vervolgens worden ze teruggeplaatst. Al met al een klus die zorgvuldig en veilig gedaan moet worden. Het werk gebeurt 's avonds, 's nachts en in het weekend, dus buiten de werktijden van de provinciemedewerkers. Een voorwaarde om de veiligheid te waarborgen. Om de buurtbewoners niet onnodig te belasten, is de motor van de kraan een stille elektromotor in plaats van een dieselmotor. Boeren en bouten worden met handgereedschap losgedraaid in plaats van met elektrisch of pneumatisch gereedschap. De officiële en een beetje feestelijke oplevering staat gepland voor zomer dit jaar.